kan je deze video liken voordat ik het YouTube logo hierop teken? Daar gaan we. Nou bij deze moet je het wel geliked hebben, toch of niet? En ja, ik hoop dat het je is gelukt. In deze Let's Play Wednesday ga ik een YouTuber worden. Wacht eventjes, dat klopt niet helemaal. Oh, ja, een YouTuber worden, maar dan in Roblox. Er is namelijk een spel genaamd YouTuber Tycoon, waarin je dus een YouTube-kanaal begint en dan probeer je zoveel mogelijk abonnees te halen. Het ziet er geweldig uit en ik ga natuurlijk ook het hele YouTuber-huis proberen te bouwen en uiteindelijk misschien wel de allergrootste YouTuber ter wereld worden. Nou ja, daar moet ik natuurlijk wel eerst eventjes flink voor werken, dus laten we beginnen. Hier ben ik dan en de YouTuber-huizen hier zien er zo gigantisch en gaaf uit. Ik ga gewoon deze tycoon claimen. Ha! Oké, we zijn begonnen met ons YouTube kanaal. Zoals je kunt zien heb ik op dit moment 0 subscribers en 0 geld. Dus daar moeten we even verandering in brengen. Allereerst heb ik een first dropper en deze is gratis. Nou, dat is fijn. We kunnen gewoon beginnen met de donatie. Oh, daar komt $5 uit. Heb ik dan ook $5? Nee, nog steeds niet. Hoe moet ik daaraan komen? Oh, dat komt hier. Dus als ik hierop sta, krijg ik $15 hier zo. Dat smaakt lekker. Daar wil ik wel meer van. Oh, nu dat we $15 hebben, kunnen we nog zo'n dropper kopen. Oh, wat leuk. Ze zijn ook roze. I love it. Dit is al heel erg geweldig, want we zijn op dit moment lekker aan het sparen. Alhoewel ik nog steeds helemaal blut ben. Maar als ik hierop ga staan, dan krijg ik ineens $130. Wacht eens eventjes. Hier zijn dingen die je kunt kopen met echte Robux. Ik wil natuurlijk echt zo snel mogelijk de allergrootste YouTuber ter wereld worden. Dus weet je, ik ga gewoon alles kopen. Auto collect betekent dat ik hier niet meer op hoeft te staan, dan wordt het gewoon automatisch voor mij verzameld. Ja! En dan 2 keer cash betekent dat ik natuurlijk 2 keer zoveel geld verdien. En tegelijkertijd ook 2 keer zoveel abonnees. Dit is zo gaaf. Ik ben nog niet eens begonnen met mijn kanaal. En ik heb nu al 2 keer meer abonnees dan 0. Dat is nog steeds 0. Oh, dan is er hier ook nog eens een premium dropper voor 20 Robux. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel ik daar dan mee verdien als ik die koop. 1000! Dus als er hier iets uitkomt, dan is dat $1000. Geweldig. Oké, nu dat ik flink wat geld heb, koop ik mijn allereerste computer. Nou ja, zeg, ik heb niet eens genoeg geld voor een bureau. Dit is gewoon een kartonnen doos. Nou, ik ga erop zitten. Oh, wacht eens eventjes. Ik klik hier. Oh nee. Oh nee, er komt een andere speler naar me toe. En ze slaat me kapot. Nou ja, zeg, wat is dit nou weer voor gemeen iets? We moeten er echt voor zorgen dat we heel erg snel muren krijgen. Dus eerst pak ik eventjes een pad. Zij willen er echt voor zorgen dat er niks gaat gebeuren. Een upgrader. Hallo, ik word helemaal aangevallen hier met al deze spelers. Ah! Oh, snel eventjes hierop klikken. Ik moet natuurlijk meer subs krijgen. Nee, er is echt een heel groot gevecht gaande hier. Oh, wat super lief. Ze kwam me helpen. Dat is mijn held. Gelukkig maar, jongens. Ik blijf op deze icoontjes drukken, want dan gaat het volgens mij iets sneller. En, oh ja, daarmee verdien ik inderdaad abonnees. Oh, er komt weer iemand aan. Oh nee, nee, ga weg. Ga weg, kind. Buy walls. Ja, laten we eventjes een muren kopen. We moeten ervoor zorgen dat zij eruit gaat. Nou, ik kan wel hierop staan. En hierop. Oh, we gaan dit zo lekker snel doen. Jongens, dit is heerlijk. Let's go. Meer geld, meer geld. Oh, thank you, thank you, thank you. Zij kwam me weer redden. Dat is echt super lief. Misschien nog meer muren kopen. Oh ja! En dan nog meer muren kopen. En dan ramen. Ja, op deze manier kan er niemand binnenkomen. En als allerlaatste hebben we een laser door. Oh, nou, nu moet zij er wel even uit. Hup, ga weg. Ga. Hallo. Hallo. Wat is dit nou weer? Gaat zij mij vertellen wat ik allemaal moet kopen? Ze is wel lief en aardig, dus ze mag er blijven. Dan ga ik eventjes door met... Oh, deze muur. Dus nu heb ik een YouTuber-kamer. Wacht eens eventjes. Als ik hierop sta, dan moet ik 250 abonnees geven. Maar dan krijg ik wel een boekenkast. Oh, wauw. Dit is echt zo gaaf. Maar er gaat niks van mijn abonnees af. Dat betekent dat deze dingen gewoon unlocken. Dan hebben we een bed. Oh, fijn. En dan hier zo. Oh, een bank. Het ziet er niet uit als een hele mooie bank. Maar goed, het maakt niet uit. Update computer. Oh nee, ik heb niet genoeg abonnees hiervoor, jongens. Weet je wat ik ga doen? Ik ga nog eventjes werken. Ik ben nu aan het opnemen. En dan moet ik mijn video editen. En dan weer opnemen. Uploaden natuurlijk. Oh my goodness, ik zou willen dat het zo ontzettend snel ging. Ik zit nu alweer op de 4000 subs. Laten we kijken wat we nog meer kunnen pakken. Oh, dat? Ja? Oh? Hey, tapijtjes. Nou, het ziet er al wat gezelliger uit hier.
Oh, kijk. Bij de 9000 subs kan ik mijn bed updaten. Dan krijg ik een mooier, beter, leuker bed. Dat vind ik fijn. Daar ben ik blij om. Maar laten we eerst eventjes een mooie vloer krijgen. Zijn we hier wel helemaal klaar mee? Oh, we moeten een upgrader kopen. Had ik eerder moeten doen. Laten we... Oh, planten kopen. Hup. Nog meer muren. Ja, voor $25.000 krijg ik een tweede verdieping. Ja, oh. Dat ziet er prachtig uit. Nou, er wordt aangeklopt. Kom maar binnen. Oeh, als ik hierop klik, dan kan ik door naar de tweede verdieping. Oh my goodness. Er is hier een conveyor. Oeh, ik weet het, ik weet het. Als ik hierop ga staan en dan op deze dropper en nog een dropper. We zijn nu flink aan het verdienen. Hier komen kleine stukjes geld uit. Was het maar waar dat ik zo snel zoveel geld kreeg. We kunnen weer eventjes een klein beetje vals spelen door met Robux hierop te staan en nog zo'n ding te kopen. Hehehe. Ja, op deze manier krijgen we lekker veel geld. Woe! Het is de bedoeling dat wij al die andere YouTubers gaan verslaan. We hebben nu nog maar... 1 verdieping. Maar wacht maar. Hoe sneller ik naar die bovenste verdieping kan gaan, hoe sneller ik nog meer van deze conveyors kan krijgen. Een upgrader hebben we wel nodig. En op deze manier gaan we nog sneller omhoog in het geld. Hier staan vraagtekentjes. Ik wil heel graag weten wat het is. Laten we erop staan. Oh! Oh! Nou, hiermee kan ik dus eindelijk andere spelers ook kapot maken. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar dan ben ik wel benieuwd wat hierin zit. Wat is dat? Oh, een selfie-camera. Hallo allemaal. Ik ben Jamila Lala en welkom op mijn kanaal. Echt superleuk dat jullie kijken. Wow. Hey, als ik klik op het scherm, dan krijg ik er subscribers bij. Het is alsof ik aan het livestreamen ben. Op deze manier kan ik gewoon rondlopen en mijn ding doen. Zonder dat ik op mijn computer hoef te zitten. Wacht eens eventjes. Dan zie ik hier... professionele camera. Kost wel weer Robux, maar is het het waard? Ja, laten we het gewoon doen. Ik ben nu te benieuwd. Wow, ik voel me net Enzo Knol met zo'n camera. En als ik nu op het scherm klik, krijg ik 22 subscribers erbij in plaats van 6. Dat is zoveel beter als ik nou mijn computer upgrade. Ja, dan gaat het denk ik wel wat sneller en wat beter. Dat is heel erg belangrijk. Wij moeten voor die miljoen subscribers gaan. En we zitten al op de... 15.000. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Ik kan ondertussen ook gewoon lekker vloggen. Wow, 40 krijg ik erbij. Dus doordat ik de computer heb geüpgrade, krijg ik nu meer subs als ik hiermee vlog. Wacht, laten we een betere, mooiere boekenkast nemen. En een betere bank, want dit kan niet. Oh, ik heb niet genoeg subs. Wacht even. Ups, oké. Okay. Ja, 9.000. Oeh. Hey, dit bed is op zich wel een stuk schoner en leuker. Bij de 26.000 kunnen we een tv unlocken. Dat zou leuk zijn. Maar daar zijn we nog niet. Dus we moeten eventjes kijken... Oeh, planten kopen. Nog een upgrader. Ja, die hebben we wel nodig, jongens. Buy elevator. Kunnen een lift kopen. Wacht even, als ik hierop klik. Oh, dat is makkelijk. Dit is wel goed om te doen. We gaan nog zo'n ding kopen. En een dropper. Ja, en dan een upgrader. Dit moet allemaal veel en veel en veel sneller gebeuren, jongens. Ja. Een kamer. Oh, dat is fijn. En dan ga ik gewoon hier overop staan. Even kijken, wat wordt dit? Oh, een eetkamer. Wow. Wow, een keuken. Jongens, dit is geweldig. Ik word echt een rijke YouTuber. Dit is mijn keuken makeover video. Maar nu heb ik wel genoeg geld voor een oven. Nu dat we dit allemaal hebben, ga ik weer eventjes naar beneden. Ik heb 33.000 subs. Ik kan een tv unlocken. Ah! Ik had eigenlijk verwacht dat het een leukere, betere tv zou zijn. We zijn bijna bij de 37.000. Yes! En dan kan ik hierop staan. Oh, dat is al een leuker tapijtje. Kan ik hierop staan? 50.000? Jeetje mineetje. Zoveel subscribers heb ik niet hoor. Tijd om nog wat meer te bouwen. Ik wil eerst eventjes de keuken afmaken. Zo. Oeh, nou de keuken is af. Hier hebben we dan een badkamer. Dan hebben we in ieder geval de badkamervloer. Wacht eventjes. We moeten naar boven, jongens. We moeten nog een verdieping omhoog. Ik denk vooral muren even afmaken. En de vloeren. Ja, trap. Ja, yes. Oké, we gaan omhoog. En hupsakee. Tijd voor een nieuwe conveyor. En dan een dropper. Dit is echt zo gaaf. Het is slimmer om te wachten totdat ik deze dropper erbij... Oh, die kan ik er alweer bij kopen. Oh, tijd om hierop te staan. Dit ziet er al echt heel erg goed uit. Nu kan ik een betere computer krijgen bij 75.000 subs. Dan moeten we nog eventjes door gaan sparen. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Of we bij de 100.000 een YouTube Award krijgen. Dat is in het echte leven natuurlijk ook zo.
Oh, wacht even. Ik heb al meer dan 75.000, dus ik kan een betere computer kopen. Oh, dit wil ik in het echt. Denk je dat het gaat lukken om de 100.000 abonnees te halen? Ik hoop het. Kunnen we nu een upgrader? Ja, we kunnen een upgrader kopen. En dan nog een dropper erbij. Zijn we er bijna? Oh ja, ik kan hem nu betalen. Oké, top. En nu is alles op deze tweede verdieping een stukje goedkoper. Oh, ik betaal per ongeluk 40.000 voor deze kast. Boekenkast, nog eentje. Ja, waarom ook niet? Kunnen nog geen tv installeren, maar wel een gigantisch grote blauwe bank. We moeten snel naar onze YouTube-kamer, want dit is wel heel erg belangrijk. Ga ik dit halen op tijd? Ah! We zijn bij de 100.000! Yes! Yes! Kijkers, super bedankt voor de 100.000 abonnees! Ik ben er zo ontzettend blij mee. Ah! 100.000 subs en dan krijg je een silver play button. Wow, dat is zo gaaf. Die heb ik ook in het echt. Maar die staat niet in de achtergrond. Wel een gouden. Het is natuurlijk de bedoeling dat we in dit spel ook bij de miljoen komen. Dan gaan we door naar verdieping nummer 2. Nee, wacht. Ik weet iets veel, veel, veel slimmers. Moeten we eerst nog eventjes alle muren doen. En dan ervoor zorgen dat we nog een trap krijgen. Zodat we nog een conveyorbelt krijgen. En dan nog meer geld. En dan super rij. Oké, ja. Anyway. Ik ben er nog. Nog meer muren. Buy new floor. Ja! En dan natuurlijk ook nog een trappetje. Yes! En dan is het tijd om de conveyor hier te kopen. Wow! Een dropper kost 420.000! Nou, dat is wel goed dat we nu op dit moment even aan het sparen zijn. Maar wat we kunnen doen, voor 20 Robux nog een dropper erbij kopen. We zijn nu al net zo hoog als onze buurvrouw. En zij heeft niet eens een conveyor hier op deze verdieping. Haha! Het gaat echt goed! Oh, nu kunnen we deze erbij kopen. We hebben weer genoeg geld. Hup, dropper erbij. Dan laten we deze verdieping maar eventjes voor wat het is. Hier gaan we echt lekker veel geld verdienen. Wat we wel kunnen doen is deze tweede verdieping eens eventjes helemaal afmaken. Elevator. Oh, dat is wel fijn. Is alles hier af? Nee, absoluut niet. Decoratie, een tv en natuurlijk een tapijtje. Ja, kijk, dit noem ik eens een tv. Oh, laten we nog wel eventjes de badkamer afmaken natuurlijk. Oh ja, een paar plankjes, decoratie. Onze tweede verdieping is volgens mij nu helemaal af. House tour, house tour. Ja, daar krijg ik natuurlijk wel weer subs voor. Snel naar beneden, want ik denk dat het nu tijd is om hier een upgrade te krijgen. Ja. Oh, op deze manier galmt het niet zo in deze kamer. Want dit is ook best wel een gigantisch grote kamer eigenlijk. En nu moeten we wachten totdat we dik boven de 200.000 subs zitten. Misschien moeten we nog eventjes gaan grinden hier zo aan tafel. Het is natuurlijk ook tijd om af en toe even te werken. Het is me een lastig zwaar leventje. Het is tijd om een upgrader te kopen. We kunnen een pad kopen. Ja, laten we dat doen. Ik vraag me af, is er nog een verdieping hierboven? Hire worker? Huh? Als ik hier... Oh, wat? Nee, dit is zo gaaf. Ik heb iemand die voor me werkt. En hij zorgt ervoor dat mijn video's geëdit worden. Ik wil nog een werker inhuren. Ja, nu krijgen we er lekker veel abonnees bij. Weet je wat dat betekent? Dat we onze kamer weer kunnen upgraden. Het allereerste is natuurlijk wel de tv. Hehe, eindelijk. Een wat leukere tv. Oh, ik kan een nieuw tapijtje. Oh, wow, een YouTube logo. Ja, ik ga hierop staan. Zwarte bank. Oh, gatsie. Ik wil roze. Met de 500 abonnees kan ik een nieuwe computer halen. Kijken of we hierboven dan ervoor kunnen zorgen dat er nog meer werkers bijkomen. Ja, dit kan ik betalen. Het is gewoon een werkfabriek hier. Kijk, we kunnen hem nu al erbij halen. Ik kan er zelfs nog eentje bij halen. Yes! Volgens mij is dit niet helemaal legaal om zoveel editors te hebben. Iemand wat te eten? Ik heb een keuken hier beneden. Ze zijn echt keihard aan het werk. We zitten inmiddels alweer dik over de 500.000 abonnees. Heel bijzonder. Ik kan een vloer erin zetten. En wat muren. Wow, dat is zielig. Zitten al die werkers helemaal in dat krappe kamertje daar. Nou ja, hier hebben jullie een vloer. En wat decoratie. Ik kan een YouTube logo kopen. Wow. Dit is trouwens het oude YouTube logo. Ik ga eventjes lekker mijn YouTube kamer upgraden. Allereerst kan ik een nieuw bed erbij doen. Wow, donkerblauw. Ik vind dat echt vreselijk lelijk. Ben er niet helemaal blij mee, maar dat maakt niet uit. Oh. Maar deze zwart-witte kastjes zijn leuker. Dan hebben we ook nog deze kast. Oh jongens, we zijn bijna bij de 1 miljoen. Ja, wow. Dat gaat zo snel. 1 miljoen subscribers. Ik had het nog sneller kunnen doen. Want ik had mijn computer kunnen upgraden. Heel erg bedankt voor de 1 miljoen. En ik ben echt heel beroemd nu. Haha. Maar we gaan door. Want het is nooit genoeg. Ik wil eerst eventjes mijn 1 miljoen gouden playbutton hebben. Wow. Oh jongens. Waarom is er nog een heel groot gat hier in het midden? Is dat misschien voor de
10 miljoen. Bij de 1,2 miljoen kan ik weer terug naar een blauwe bank. Ik heb genoeg geld om een nieuwe worker in te huren. Nu gaan we nog veel sneller omhoog met die subs. Haha. Waar ik benieuwd naar ben, is of we de 10 miljoen abonnees kunnen halen. Dat zou geweldig zijn, want dan hebben we ook meteen de diamond play button. Laat ik deze verdieping wel even afmaken. Zo. Oh, ik heb een YouTuber. Wow! Ik ben nu in haar veranderd. Jongens, het is tijd om aan deze verdieping te werken. Hallo jongens, ik heb een nieuwe look. Oh, kijk eens hoeveel abonnees ik hiervan krijg. Wow, er zijn zoveel van deze knopjes. Ik heb 2,6 miljoen. Dat betekent dat ik mijn tv kan updaten. Oh, wow! Oh, een nieuw tapijtje. Ach... Maar ik kan ook ledlampjes. Oh, dat ziet er wel echt heel erg leuk uit. En nog meer akoestiek. Oh, dat ziet er een stuk beter uit. Ik heb nu decoratie. Oh, dat is leuk. En dan moet ik nog eventjes door naar de 3,3 miljoen subs. Zodat ik een hele kleine koelkast voor mezelf kan krijgen. Video's maken, editen en zo. 3,27 miljoen. Ja! Oh, er zitten allemaal energy drankjes in. Kan ik dat drinken? Ja, oké. Okay. Ik heb zoveel geld dat ik niet eens weet wat ik ermee moet doen. Oh ja, laten we nog weer wat muren kopen. Top. Nog meer muurtjes. Dan hebben we ook kamers. Nog meer. Ja. We kunnen zelfs een nieuwe verdieping maken. Hoe groot kan dit huis worden? Oké, okay, laat ik erop staan. En dan een trap kopen. Even kijken of we hier een conveyor kunnen doen. Nee, ik kan alleen een pad maken. En dan muren. Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd naar wat dit allemaal gaat worden. Office desk. Oh, ik heb gewoon een officieel kantoor. Hier kan ik al mijn zakelijke campagnes in doen. Oké, hier. Film 4 miljoen. Dat hebben we. Wow, er zit zelfs een green screen. Dan kunnen we super leuke en toffe effecten doen, jongens. En ik heb een professionele lamp erbij. Nu is het echt ultieme kwaliteit. Je kan alle poriën op mijn gezicht tellen. En we kunnen een nieuw bed in de achtergrond. Oh, dit is leuk. Kan je het geloven? We zitten gewoon bijna op de helft. We moeten grinden. Hup, naar die 10 miljoen. Planten. En dan een subscriber count. Oh, wow, 5,55 miljoen. Dit is echt zo gaaf. Dan kunnen we weer wat upgraden. Tenminste, dat denk ik. Oh, hier. Hey! Dat ziet eruit als dat kastje hierachter. Dan ben ik benieuwd wat er allemaal gaat komen hier zo op deze allerhoogste verdieping. Ik koop nog eventjes wat muren erbij. Oh, hier kan ik een kamer kopen. Laat ik dat doen. Yes. En hoe? 100.000. Ik heb genoeg. Buy recording table. Ik ben echt heel erg benieuwd wat dat dan precies is. Dit is zo gaaf. Ik kan een podcaster inhuren. Dus dan kan ik gewoon nog meer content maken. Dat is echt geweldig. Ik kan het alleen helaas nog eventjes niet betalen. Misschien moeten we eventjes gaan kijken hoe het met onze werkers gaat. Hey jongens, gaat alles goed met jullie? Hebben jullie nog wat drinken nodig? Of eten of zo? Yes, we hebben een podcaster! Hallo, kan hij niet een wat leukere outfit aandoen? Oh, nou hij haalt 12.000 subs binnen. Weet je wat? Ik klaag niet. Oh my goodness. Oké, allereerst een betere bank. Maar hier staat dus Unlock Diamond Play Button. En dat kan pas als we bij de 10 miljoen zitten. Ik denk dat het gaat gebeuren. We zijn er zo dichtbij. Wat ik wel kan kopen is Update Acoustic. Oh nee! Ik vond die andere veel leuker. Ik wil terug. Ik kan hier een vloer kopen. En nog een recording table. Weet je, laat ik eventjes een leuke muur. Oh, dat is een mooie achtergrond. We kunnen nu naar beneden. Naar 1. Het moment van de waarheid zit er aan te komen. Ik kan het niet geloven. Wij gaan namelijk de 10 miljoen aantikken. We zitten op de 9,8 op dit moment. Jongens, zitten jullie hier goed voor? We zijn namelijk bijna bij ons doel. Oh, en we zijn bij de 10 miljoen. Yay! Woehoe! Ontzettend bedankt alle kijkers. Ja, dat zeg ik allemaal wel. Dit is gewoon een spel. We hebben hier natuurlijk het allerlaatste wat ik nog moet doen. Namelijk de diamond sub button. Echt een droom. Ik ga erop staan. En go. Wow. Het ziet er prachtig uit. Al deze awards zo op een rijtje. I love it. Het spel is nog niet eens af. Maar we zijn bij ons doel gekomen. Dus wat mij betreft helemaal een hartstikke geslaagd. Thank you. Wow, ik heb zoveel respect voor YouTubers gekregen. Ik ga Jamila supporten door nog een video te kijken. Klik dan eventjes hier. Dit is echt een hele leuke video. Dus ik raad hem je zeker aan. En ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe lang jij mijn kanaal al bekijkt. Een paar weken, een paar maanden, een paar jaar. Laat me weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei! Woo!